ja, kat, kind, alles. Het stopt nooit. Het is... Woensdag. Woensdag, ja. Ik ben heel de dagen kwijt. Normaal al, maar extra. Ik ben aan het proberen het Scoola op een oude telefoon te zetten voor Sarah. Maar volgens mij is heel Nederland dat aan het proberen. Dus het lukt niet. Ik krijg alleen maar error. Het is te druk. Ik dacht, dan hoef ik even zelf geen werkjes te maken voor school. Dan kan ze vandaag gewoon op de app van alles oefenen. Maar... ik ben niet de enige die dit denkt, volgens mij echt zwaar vervelend. Ja. Nou, weet je wat we doen? We gaan zo eerst even eten en dan proberen we het daarna opnieuw. Want doe om... Nederlands aan. Nee, maar schat, dat heb ik gedaan. Hij is aan het denken. Dat heb ik gedaan. Kijk. Hé, inloggen. Oké, ik heb inlogcodes. Dus... je nicknaam. Ja, die heb ik hier. Doe mijn nicknaam. Nee, ik heb een naam gekregen. Die moet... om in te loggen. Ja, niet hardop voorzeggen. Oké. Doe het. Ja, hij doet het. Dus dan moeten we even gaan kijken hoe het werkt. Want ik heb nog nooit school over. Dit doe je ook op school, hè? Ja, ik weet hoe dit werkt. Ga je dan rekenen of taal nu doen? Rekenen. Oké, nou, gelukt. Dan gaan we daarna zo even eten. Scoola, dat is drama, want uiteindelijk waren we erop en na 5 minuten lig je er weer vanaf. Dus ik heb Sarah werkjes gegeven, die is op de kamer aan het werken. En ik ben eigenlijk begonnen met een grote schoonmaak dan maar. Aangezien ik letterlijk niet echt veel beters te doen heb op dit moment. Dus ik heb net de deuren allemaal afgedaan. Ik ga nu even stofzuigen. Ik heb wel nog een stukje van het klussen in onze slaapkamer gedaan. Maar ik had geen accu toe nu hier. Dus Marco heeft dat altijd allemaal bij zich. Dus als het goed is, komt Bas dadelijk even langs bij de accu toe. En dan kan ik de laatste lades daar in elkaar zetten. Want alles wat ik met een handschroevendraaier kon doen, heb ik gedaan. Maar ik heb een stukje wat niet met een handschroevendraaier gaat. Maar goed, ik ga even stofzuigen en dan heb ik dat ook allemaal weer gedaan. Stijve hark. Tuurlijk heb ik de camera. Maar je bent wel een stijve hark hoor, Bas. Oh, flauw. Het zijn best wel lange dagen zo. Het is wel heel gezellig hoor samen. Ik heb er echt geen probleem mee. Maar ik heb me ook echt wel nuttig gemaakt. Maar toch kom je een beetje in een sleur. Omdat er zoveel niet kan. En je zo weinig mensen ziet en spreekt. Dus ik mis het sociale wel. Maar goed... we moeten doen wat er moet. Ik ga eerst even editen. En daarna ga ik die foto's inplakken. Ze liggen op volgorde. Dus dat zou vrij snel gedaan moeten zijn. In ieder geval, het is nog steeds heel veel werk. Maar een stuk sneller, omdat ik dat gisteren alsnog heb afgemaakt. Dus, en ik zat eigenlijk te denken, ik moet eigenlijk hopen dat het in dat album... ik heb nog 1 leeg album. En die andere die niet plakte gisteren, of die ik niet kon plakken gisteren... die heb ik daarnet onder het koken even snel ingeplakt... dus die zitten er wel in. En ik ga nu beelden inladen. Dus dan kan ik daarna zo snel mogelijk verder gaan en het afmaken. Want in deze quarantainetijden, wat het eigenlijk toch een beetje zijn, wil ik mezelf wel nuttig maken. Zodat als het voorbij is, ik zo min mogelijk van dit soort dingen voorlopig hoef te doen. Nou, daar gaan we weer. Ik heb alleen best wel een beetje hoofdpijn. Dus ik ga even kijken in hoeverre het lukt. Maar... ik wil hoe dan ook een stukje gedaan hebben. Dus daar gaan we even voor. Kijken. Zocht sowieso wat foto's erin. Even kijken. Ik ben blij met dat snijapparaat, want dat maakt het wel echt zoveel makkelijker elke keer. Als het dan niet past, hup, eronder en er.
Wel is het verder een enorme sta in de weg. Zo. Nou, hopen dat ik in ieder geval een stukje erin krijg. Toch nog een stuk gedaan, maar nog steeds heel fijn. En het is op zich een mooie tijd om naar bed te gaan. Dus ik ben mijn robotje aan het pakken. En die ga ik aanzetten en dan ga ik lekker mijn bedje in. Hij heeft trouwens een dweldoekje, dus die ga ik nog even nat maken. Want dan maakt hij de vloer ook gelijk wat schoner. En dan kan hij morgen gelijk mee in de was, dat doekje. In de kraan aan. Hij moet vochtig zijn, maar niet heel nat. Zo. Dan doet hij dat ook nog een beetje. Dan moet ik zeggen dat het is niet dat ik helemaal niet meer stofzuig. Ik stofzuig gewoon minder zelf. Want vandaag heb ik het wel uitgebreid gedaan. Maar ja, kat, kind, alles. Het stopt nooit. Nou, daar gaan we weer. Ga je best maar weer doen. Nou, hij is fanatiek weer bezig. Het is een beetje donker op de gang. Ik moet ook wat zachter praten. Ik wil wel nog even. Oh, ik val bijna van de trap. Dat is niet echt heel handig. Ik wil nog even de vlog afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Klik even op de knop hieronder. Er staat gewoon abonneren. Daar maak je me heel blij mee. En dan zie ik je morgen. Doei doei.